Goedendag allemaal, welkom bij vlog nummer 8. We gaan nu even naar een balkon in Amsterdam, waar we duifpoep gaan verwijderen. Daarna hebben we een andere kleine opdracht staan, gaan we even wat lunchen daarna. En daarna vertrekken we naar België, dus in de buurt van Brussel moeten we zijn, dus is even een eindje rijden. Maar dat ga je nu allemaal straks wel zien. Ik heb net helaas niet kunnen filmen bij die andere locatie, maar het stelde ook niet zoveel voor. We zijn nu bij de tweede locatie, gaan we ook even afhandelen en daarna gaan we voor het eten. En dan gaan we naar België. You are from England, mate? Yeah, man. Eindelijk in België, maar er is een of andere Europese wereldtop of weet ik veel wat gaande. Waardoor alles vaststaat in de ring van Brussel, maar goed, we gaan even kijken of we binnen kunnen komen. We zijn nu in de avond in de buurt van Brussel. Ik kon in Brussel net niet in, want het was echt te druk. Er was geen parkeerplek voor de Duitse. Dus we gaan straks naar deze klus gaan we daar weer naartoe om te eten. We wachten nu even op de klant en dan gaan we kijken wat we hier allemaal moeten doen. Dus we zijn nu dus op locatie aangekomen. Zoals je ziet is het tamelijk leeg, maar wel erg vies. Dat is de keuken. Er zitten overal dode maden en vliegen en zo. Ja, dit is het toilet. Ziet er niet altijd best uit zoals je ziet. En dan heb je hier de plek van overlijden. Dat witte is waarschijnlijk van de politie voor sporenonderzoek. Hier zie je wat bebloede lakens. En hier zie je de plek van overlijden. Hij is waarschijnlijk hier op zijn matras overleden. Daar is nog ontlasting vrijgekomen. En hier zie je waar hij met zijn hoofd heeft gelegen. Dus het is geen fijn gezicht. We gaan dit allemaal eruit halen, vloer eruit. En we gaan even kijken wat we gaan aantreffen. We hebben net al wat van het grofzaal met bebloed bloedmateriaal weggegooid. We gaan nu dit matras. Ja, je ziet dat hij hier heeft gelegen, zie je. Dit gaan we door midden snijden. En je ziet al dat bloed en alles daar. Zie je, daar heeft hij dus gelegen. Dit snijden we nu door midden, zodat we het makkelijker kunnen afvoeren. Dan kunnen we het oprollen en gemakkelijker transporteren, zeg maar. Dit is dus een close-up van het matras. Je ziet dat hij echt lang hier heeft gelegen. Zeker een maand. Erg, hè? We hebben nu dus de hoek leeggeruimd. We gaan dit nu even schoonmaken. En daarna gaan we die vloer eruit trekken. En de reden daarvoor is dat als we de vloer eruit trekken, dat niet alles alle kanten op vliegt. Dus we gaan de bovenkant eerst even een beetje proper maken. We hebben nu dus de woning helemaal schoongemaakt. Nou, althans schoongemaakt. We hebben het gewoon gereed gemaakt voor de volgende ronde. En dat is dat alles eruit gesloopt gaat worden als het ware en schoongemaakt. Je ziet hier het toilet en zo. Het is niet echt 100% nog, weet je, zoals hoe we het normaal doen. Maar het ziet er al stukken beter uit. We hebben al die troep weggedaan. Plek van overlijden zie je ook hier nu. De hele mooie vloer onder. Moet wel even opgeknapt worden, maar goed. Dat is iets voor later. Het stukje poep bij de muur hebben we weggehaald. We hebben de vloer eruit gehaald. Zo goed als kaal. En dan we gaan nu voor de geur gaan we nu een apparaat neerzetten om de geur te verwijderen. En als dat afgerond is, zeg maar, dan gaan we terugkomen. Gaan we alles eruit slopen, de vloeren eruit, meubels eruit, alles eruit. Gaan we alles afvoeren en dan kan je eigenlijk opgeknapt worden door de eigenaar voor een nieuwe huurder. We zijn net klaar hier. We hebben alles afgerond, ingeladen, mens gedacht, zeg, factuur laten betalen. Dus dat is allemaal in orde. We gaan nu lekker eten in Brussel. En dat gaan jullie zo even zien wat we daar gaan eten, want je kan echt heerlijk eten in Brussel.
Voor wie dat niet weet, is echt een aanrader. Antwerpen en België, moet je zeker naartoe gaan om te eten. Echt top. België of geen België, we blijven Amsterdammers. Ja, ja man. Maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. We zijn nu in Molenbeek, mijn favoriete wijk in Brussel. En even lekker eten hier. We moeten echt dankbaar zijn hoor in Nederland, want hier dumpen ze hun afval gewoon midden op de straat. Ze hebben niks mee te maken hier. Zo doen we dat. 1 kilo. We hebben echt als beesten gegeten, gewoon niet normaal. Maar het was wederom weer heerlijk. Heerlijk gegeten. Maar we moeten hem natuurlijk even afmaken met deze dodelijke toetje. We hebben net goed gegeten. Even een Red Bulltje scoren. Ik ben al sinds 5 uur 's ochtends op. Dus moet nu weer terug naar Amsterdam rijden, weer 2 uurtjes. En dat was eigenlijk het einde van deze vlog. Dankjewel voor het kijken en morgen heb ik weer iets spannende dag staan, dus met leuke dingen. Dus we gaan sowieso weer een vette vlog van ons zien bij de volgende keer. Zie jullie dan, dankjewel.